toch heen de bel. Het is 7:15, niks verontrustends in de tijd. Je denkt, dat zal wel goed gaan. En dan ga je naar de kamer, naar de deur. Je doet het licht aan in het kleine halletje. En je doet de haldeur open. Je doet de deur open. Ik had hem al op het avondslot. 1, 2. Dus ik doe hem open. En met stapte meneer binnen. 2 stappen. Zat hij op de mat. Hé. Ben je helemaal? Dan gaat hij zo. Ik ben naar binnen gegaan. Ik ben naar de raam gelopen. En ik zag hem weggaan. In de richting van de Paterswoldseweg. Nou, ik schat die man tussen de 20 en 30. Niet jonger. Maar u bent 91. Ik ben 91, ja. Dat is, lijkt me, ongelijke strijd. Ja, dat is ook een ongelijke strijd, ja. Daarom neem ik dit soort figuren ook ontzettend kwalijk. Dat ze bij bejaarden binnen gaan. Daar is geen verhouding meer. Veel oudere mensen die alleen nog of thuis nog wonen, ja, zien dit. Die, ja. Wat zou u tegen hun willen zeggen? Nou, je kunt niet zeggen tegen die mensen, je mag niet bang worden. Dat heb je niet in de hand namelijk. Je kunt wel tegen die mensen zeggen, doe na 6:00 s'avonds geen deuren meer open. Doe ze op het nachtslot. Iedereen die jou iets te vertellen heeft, kan morgen om 10:00 ook nog terecht. U bent wel wat argwanender geworden. Oh ja, absoluut. Ja.